Vertraging bij de start van het Philips-seizoen in Burgum. De eerste wedstrijden moet een paar weken uitsteld worden, omdat de nieuwe skons net op het die het kleer is. Aan het eind van het oude seizoen is fort mij het voor het uiteindelijk, maar troch de vierde jest en de koude winter komt het wedstrijdschema in de kniepen. De wedstrijd van 19 mei hebben we gezegd, dat gaan we niet redden. Dus gelukkig was de afdeling Drielste bereid om met ons te ruilen. Dus daar hebben we 2 weken extra speling gekregen. 2 juni hopen we hier los te kunnen. Zo zegt de skons er vorig seizoen nog uit. In bassin met 4 skansen. Maar ik hier binnen vernijings op de skans nodig. Want met de carbonstok kan verder lept worden als met de aluminiumstok. Dan moet je vanzelfs wel verder springen kunnen. De opbouw is al zover klaar. Helemaal nieuwe staalconstructie op heipalen, op betonpalen. Die kunnen we straks over de volledige lengte verrollen. En dan kunnen we de waterbreedte naar gewenste prestaties van de leppers kunnen we die aanpassen. Een andere grote wens kwam een eigen plak voor de jonge Rijn. En dat is nou klaar. Die wens was er al heel lang. Wij wilden heel graag, net als andere accommodaties, ook in een planontwikkeling hadden meegenomen, een compleet nieuwe jeugdaccommodatie met 2 wedstrijdschansen. Zodat we hier ook een officieel NK of Fries kampioenschap kunnen gaan houden op termijn. Safir is het lykwols nog net, maar het Nederlands kampioenschap wordt op 1 september vis in Burgum houden.